Daarnet nog niet zo lang. Nou, we doen verder. Welkom back. Dat is Power, dat is deel 3 nu. Is dat deel 3? Ja, dat is deel 3. Maar, nee, dus je moet ook ergens zeggen, gelijk dat ik net zei, is van, dat een goede tip kan zijn voor dat een behoefte zijn van wat is healing. En ook, maar het is ook niet, als je dat vandaag nog niet hebt, wat dat je specifieke doelgroep is ofzo, dat is ook allemaal niet erg. Je moet ergens gewoon plezier hebben in wat dat doet, genieten, je amuseren. En mensen komen daar ergens ook op af. Als ze zo zien van, die zusjes die zijn altijd goed gezind, we zullen daar beter keer bij gaan. Dan... Goed gezind met temperament, allah. Voilà, dat is bijvoorbeeld een goede slogan. Goed gezind met temperament, allah. Ja. Maar lijkt bijvoorbeeld ook, we schrijven ook een blog nu. Ja. Moet er nog wat water hebben? Ja, we mochten een beetje water hebben. Wij vinden het zelf, omdat we zelf ook wat blogs lezen en zo, dat dat interessante onderwerpen zijn. Het zijn ook verschillende onderwerpen. En dat dat goed is qua inhoud en qua hoe dat geschreven is en zo. Ja. Dus dat klopt, hè. En toch wordt dat ook wel niet gelezen. Ja. En dan is dat natuurlijk... Ja, niet gelezen is niet waar. Maar niet zoveel. Als je 10 mensen hebt die hun blog lezen, dat vind ik niet gelezen. Maar het is ook, het is een, ik ben ook iemand die enorm veel aan mijn denken heeft gewerkt. Uw gedachten en al zijn gigantisch belangrijk gezegd. Dus ze zegt dat ook, niet gelezen. Is dat waar? Nee, want het zijn 10 mensen die het gelezen hebben. Mm-hmm. Oké, je hebt een doel dat meer mensen dat willen lezen. Maar dat is, en dat is ook zo, bij mij, ik ben zelden in mijn job, ben ik zelf gefrustreerd. Mm-hmm. Ik vind dat een helft van de bevolking te veel drinkt. Maar als ik daar mij mee zou bezig blijven houden, dan moet ik er niet meer bij te komen. Ik aanvaard zo goed mogelijk de realiteit hoe dat die is. Ik heb dat soms ook, ik denk soms ook, die nog gaat zot veel gelezen worden. En dan wordt dat niet veel gelezen. Oké, het is teken dat dat ofwel misschien niet pionierachtig genoeg is, of te pionierachtig genoeg. Dus het kan veel reden hebben. Waarom worden bepaalde dingen wel opgepikt, niet opgepikt? De universe werd energetisch en... Ja. En oké, wees blij dat er al 10 mensen lezen. Er zijn andere mensen die kennen, die zijn niemand. Of 1 of 2 lezen. Mijn man leest mijn blog. Dus dat begint met 10 bij mij. Ik weet dat 6 jaar geleden, ik zei dat ik heb bij mijn boeken beginnen verkopen dan. En dat waren op mijn eerste lezing van de 30 man. Ik dacht dat ze alle 30 lezen zouden gekocht hebben, maar het waren er 15 die gekocht hadden. Dus ik, dat was zo'n... Ergens ook zo'n beetje, ik dacht dat iedereen heen. Dus ik had gerekend 30 maal 20 is 600 kilo. Maar het was maar 300 keer shit. Hey, maar als je geen dingen hebt, geen hopen hebt, daar gelukkiger mee zijn, want je hebt je boek geschreven. En enkel mensen die dat echt willen lezen, zijn dan ook open. Hè. Dus je bereikt wel de juiste mensen. Maar, ik heb ook al gezegd tegen haar, ik heb liever dat wij, we hebben daar ook al veel gesprekken over gehad, en ik heb gezegd, we hebben daar eigenlijk al allebei gezegd, ik heb liever dat je 10 mensen hebt, maar 10 mensen die echt goed zijn, die u vertrouwen, die... die wederzijds vertrouwen, respect, weet wel, blijvende klanten ook. Maar ook voor mensen die je effectief kunnen inspireren en vooruit helpen, dan dat je 100 man bereikt, maar dat zo eenmalig is, of dat die daar niets aan hebben. Ja, dat die... is toen voor je om plezier te doen. Ja, voilà. Dus ik heb ook gezegd, de kwaliteit gaat boven kwantiteit en de kwantiteit groeit te sterk. Ja, maar dat is ook... elke keer als ik mij, en dat is in het leven ook zo, als ik ergens een vorm van frustratie heb, ligt altijd aan mij. Dat is teken dat ik iets niet aanvaard. En elke vorm van pijn, frustratie is een weerstand of is een verzet tegen de realiteit. En wat ik gewoon doe is zo goed mogelijk de realiteit aanvaarden. Dat is een proces dat ik elke dag doe, want elke dag gebeuren er dingen in mijn leven dat ik soms anders wil zien, maar ik heb zoiets van, ik aanvaard alles. Allee, heel veel aanvaard ik heel snel. Oké, en soms inderdaad, schrijf je blog, ik heb nu gisteren een interview gedaan met een kerel in Ypres, met Henri. Ik vind het een super inspirerende kerel. Maar de meeste video's worden bij mij 500 keer bekeken op YouTube en bij hem, ik heb dan ook naar evenementen gestuurd, was het maar 100 keer bekeken. Oké, het is teken dat misschien toch niet zo interessant is als dat ik dacht, of misschien dat de mensen nog geen tijd hebben gehad. Maar ook alles leidt zijn eigen leven. Je hebt een blog geschreven, dat staat online, wel, dat gaat zijn eigen leven leiden. Hetzelfde geldt, leest er morgen iemand in Nederland die een blog en wordt uitgenodigd voor morgen voor een congres te bouwen voor 10.000 man. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in het leven. Maar als je wijsheid en je kennis online zet, dan vroeg of laat gebeurt er wel iets mee. Ja. Maar het is ook... Maar je wilt natuurlijk ook wel... Oké, die 7 mensen of 10 mensen maakt niet meer uit.
oké, okay, dat is de realiteit en je moet dat aanvaarden, maar je wilt natuurlijk ook wel dat het wel beter wordt. Ja, maar je wilt meer mensen bereiken, maar dat moet ook gewoon, hey, ik ga je zeggen, ik heb, in het Nederlands heb ik 280 video's online staan, mm-hmm. 280, en in het Engels 60. En in het Engels is dat totaal niet van die content komen, maar waarom? Ik zeg ook, ik heb mijn eigen voorgemaakt, ik ga iedere week één video in het Engels opnemen. En ja, gaat dat volgende week zijn dat dat afgepikt wordt? Nee, misschien binnen 2 weken, maar misschien wel. Misschien binnen 2 jaar, misschien binnen 5 jaar, maar ik, binnen 5 jaar ga ik ook 300 video's in het Engels hebben. En dan gaat dat misschien wel opgepikt worden, maar dat is bij mij, je moet dat blijven doen, consistency. En vroeg of laat, ja, kom, ja. Maar ook, tezij, als het echt totaal niet wordt opgepikt, is misschien ook niet teken dat thuis wat je moet doen. Ik zei ook vaak aan mensen van, ja, ze willen ze pushen. En het is oké om te pushen, maar op een bepaald moment moet dat ook ergens shiften. En als niet shift, maar dat is een beetje ook die balans vinden. Ja, je moet een balans vinden tussen tot waar pushte en tot waar, Maar je zult wel merken als je weer pusht. Als je vrienden bent zijn van Michael, uw kop op Facebook, het wordt te veel, dan is het wel een beetje een sponsor. Die friend. Het is veel gebeurd, hè? Ik heb heel veel vrienden van vroeger, van later, die mij die friend hebben. En, ja, maar dat is ook een deel van het leven. Ik bedoel, als mensen drinken en je dat totaal meer, dan gaan de ja, voor u is dat natuurlijk wel een hele. Ja, maar het is gewoon op een ander niveau op die moment. Dat is ook oké. Ik ben echt, alles in het leven, alles is oké. Wat gebeurt tegen wat wij vanuit ons ego willen wij dingen doen? Oh, je wilt dat je blog 1000 keer wordt gelezen. En dan zit er vaak met teleurstelling, omdat je ziet, het is maar 100 keer bekeken. En dan is zo, oeh. Maar ik ben altijd zo van, kijk, eigenlijk, je kunt er anders naar kijken. Dus je hebt nu al 10 mensen kunnen inspireren om het anders te doen. En doordat ik met jullie babbel vandaag, ga ik ook wel een keer die blog lezen. Het zal een 11e worden. En dan gaat dat misschien 12 en misschien binnen een maand is dat 100. Maar daarom mocht, dat is de reden dat ik ben blijven gaan in alles, omdat ik zeer weinig gefixeerd ben op het resultaat. Ja. Ik doe gewoon en ik heb plezier en ik heb fun. En ja, ik heb ook al maanden gehad dat er heel weinig mensen op coaching komen bij mij. En dan denk ik ook, ja, dat zal misschien een moment zijn. En dan opeens, soms is dat massa's. Oh, dat, ja. Maar het, niet onder, het leven heb je niet onder controle. Nee, dat is waar. Je kunt je enkel maar doen, plezier hebben, genieten. Wel verantwoordelijkheid nemen door inderdaad meer financieel alles goed te gaan realiseren met dat werk. En dan kun je zien. Meer de dingen bij jou in mijn handen. En net ook zo, ik zei dat ook altijd, als je echt doet wat je moet doen in het leven, gaat het universum je altijd helpen. Ja, daar geloof ik ook wel in. Ja, ik ken veel mensen die... Maar het is zo wat rapper mogen. Ja, maar dat is weerstand in de realiteit. Het moet niet rapper gaan. Maar dat is eigenlijk ook, ik ben ook iemand... Dat is ook een beetje motivatie in je die dat wilt. Hè. Je bent gemotiveerd, jij wilt dat. Maar daarom wil de rest dan niet direct of ze pikken dan niet. Maar moet je eerst ook de vraag stellen, en dat is ook een interessante vraag, is wanneer is het wel goed? Hè? Dat is bijvoorbeeld... Ja, dat is waar. Dus eigenlijk moet je daar ook even ontwerpen van wanneer is het wel goed? Is het, want je kunt zeggen... Wat is nu mijn doel? Nu Je kunt dat voor jezelf een keer voelen en een keer opschrijven. Want soms verschiet je ervan. Soms denk je, ik ga nu een voorbeeld geven. Vroeger ging ik af en toe zo gaan pokeren in het casino en al, maar ik doe dat niet meer. Waarom? Omdat ik mezelf een keer vragen stel, dus wanneer stop ik met pokeren of wanneer stop ik? En als ik 200 euro heb, wanneer zou ik stop? Na 400 euro? Wanneer? Aan 800 euro? Nee. Nooit. En wel, misschien aan 10.000 euro. Maar snap je hoe ver dat eigenlijk is? Ja. En dat is ook zo, ik ben er ook niet mee bezig van, wie wil ik allemaal bereiken? Opeens had ik gezien dat één video van mij, van op koppen, was ondertussen 20.000 keer bekeken. En de laatste keer dat ik dat gezien had, was dat 10.000. En eigenlijk is dat opgepikt door een schoolwebsite ergens. Mm-hmm. En ze gebruiken dat nu in alle lessen al. Dus dat is van op een jaar tijd van 10 naar 20. En misschien binnen 2 jaar is dat misschien 15. Dus ik heb dat ook ondertussen vertaald. En om het Engels. Voilà, maar het is gewoon plezier hebben, veel doen, dedicated zijn en ook naar buiten komen. Hè. Ik ben het eerste jaar enorm veel gaan netwerken. En overal boeken gaan uitdelen. Als ik ergens naartoe ga, is de kans bijzonder groot dat ik iemand ken. Ik zat vorige week in Mechelen. En het was natuurlijk toevallig met een interview dat ik iemand deed en ze kennen mij daar allemaal. Ah, hij zit Lien, het is niet van, iedereen kent me. Yes, super killer. Ja, maar het zijn ook al meer de BV's bij mij komen om te stoppen met drinken op coaching en al. En dat is altijd zo anders, stoer. Maar dat is wel tof. Ik weet ook dat er al veel mensen mijn boek gelezen hebben, ook voetballers en al. Hey, zo. En dat is allemaal zijn eigen leven, maar altijd plezier hebben. En ermee naar buiten komen. Ik heb bijvoorbeeld nog niet veel gezien, je hebt mij gecontacteerd, maar ik heb je niet veel zien passeren, wat jullie doen of zo. Ja, omdat ik denk dat wij soms ergens schrik hebben te veel. Ja.
Dat we zo denken van ja, maar moeten mensen ook niet spammen. Ik heb schrik dat ze gaan zeggen, zeg, hulder met dat bedrijf. Begrijpt je? Dus ik denk dat we daar echt wel veel verder in kunnen gaan, maar dat er iets is anders dat we daar schrik voor hebben. Ja, maar dat is mensen een mening, hè? Maar tegen mij dat Queen V zegt. Stop je met je berichten op Facebook en bla bla. En oké, soms op een bepaald moment denk ik wel een keer naar huis omdat ik 4 promoties had gelopen op dezelfde doelgroep. En dan was dat wel wat veel, maar ik heb die dan geswitcht. En, maar ja, ik luister daar wel naar, maar ik voel ook wel bij mijn eigen klopt dat. En als je schrik hebt, ja, het is best dat je die schrik overwint. Ik zou een keer er vol zo gaan dan om 10 uur staan doen om daarmee. Dan is het van, oh, ze zijn verbeterd. Maar ja, maar dat is, en dan is het zo, zijn die spammers. Wat ik ken nu wel. Allee, het is natuurlijk op een goede manier, maar dat is ook een beetje een balans vinden, maar, ja, tuurlijk. Maar schrik, je moet niet weer schrikken, je moet gewoon doen en leren wel, als het echt 10 mensen naar elkaar zijn, het is te veel, ja, weet, het is te maar als één iemand dat zegt, moet, als één iemand dat zegt, ja, is niet de waarheid. Moet eigenlijk, als bij mij 5 mensen hetzelfde zijn, of 3 mensen, als 3 mensen hetzelfde zijn, ga ik dan een keer nadenken. Ja. Maar zo, maar ik heb ooit zo'n keer iets vrij interessants tegenkomen, het was een mens dat mij een mail stuurde dat hij mij wou zien en zo, maar meestal vraag ik dan naar waarom is het precies, omdat ja, het zijn veel mensen die af en toe met mij willen afspreken. En ik vraag zo, en ik stuur zo'n mail naar die mens van ja, waarom wilde mij zien en waarom wilde ook. Ja. En ik had hem zo 5 vragen gesteld en hij had zo'n mail teruggestuurd van, oh joh, ik vind dat schandalig, wie denkt hij wel dat hij zei, zo uit de hoogte, wat pijsde, dat de, oké dan. En toevallig, de week daarna krijg ik ongeveer hetzelfde mail, een jongen die mij ook wil zien. Hij wil ook zo wat half coach worden en zo. En ik zeg, kijk, ik ben nu een keer benieuwd of dat aan mijn mail ligt. Dus ja. ik kopieer en plak volledig dezelfde. Ja. Ik had zo 10 vragen, of hij had 10 vragen gesteld. En die mens heeft mij teruggemaild en al die vragen waren ingevuld. En jij zegt, oké, okay, ik wil je met plezier zien. Ja, want ik heb me nu eigenlijk niet wat vragen gesteld, maar dat is misschien ook omdat je mij kent. Maar moest hij nu vragen gesteld hebben, zou ik dat met plezier op antwoord hebben. Dus ik denk maar, ja, maar nee, maar het is daarom. Het is, zijn eigen frustraties die hij. Ja, het is dat. En, maar ja, kijk, en dat was voor mij ook een van, ja, dat was van, ja, hij ging dezelfde mail sturen, maar ik had het zo geduwd gooien. Ah, goeie, ik zat ja, dat? En hij is dan bij mij gekomen, die naast is dan bij mij gekomen en hij heeft dan ook zelf in de kranten al gekomen omdat ik hem heb doorgewezen. En dat is gewoon omdat hij ook van, op een liefdevolle manier dat hij heeft. En voilà. En marketing, dus je zei iets van, ja, je wilt anders doen dan de rest. Dat kan zeker, maar ik zou net hetzelfde doen wat dat werkt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld vrij lang, maar nu doe ik dat niet meer, maar ik heb vrij lang zo een online pagina gehad waar dan mensen een e-mailadres kunnen opzetten en dan ze dan 5 gratis video's krijgen van mij. En ik heb dat gedaan een jaar lang, ik denk wel ongeveer 10.000 euro kost op jaar, maar ik had ongeveer 2.000 e-mailadressen daardoor binnen. En ik weet, ja, het marketing, dat werkt. De mensen die je kent, krijgen gratis waarde. En ik heb dat gedaan, nu heb ik dat een beetje losgelaten, maar kan ik die dan morgen weer mee bij als ik wil, hè. Maar dat is ook zo'n beetje wat wilde en ja, ook video's. Ik ben zeer goed van mensen op YouTube, hè. Mensen vroeger zochten op Google, maar mensen beginnen nu ook vaak op YouTube te kijken. En eigenlijk, deze, wat ik niet goed doe, is eigenlijk dat de meeste video's zijn ondertiteld. Heel veel video's, als je kijkt op YouTube, Instagram, zie je er altijd zo ondertiteling. Dat is iets dat ik niet doe. En dat Kruipt ook alweer veel tijd en energie, hè? Moet daar bijna iemand voor zijn voor in het Engels is het handig omdat hij vertaalt automatisch. Ah, echt waar? Dus dat is wel handig. Dus, in Nederlands is daar geen app voor. Ja, in Nederlands, YouTube verstaat mijn Nederlands niet goed. Als je dus ook kunt dat doen en ondertiteling erop zetten. Meer maar, articuleren. Nee, maar dat is vrij onduidelijk. Dus, staan er dus van die rare woorden tussen. Ja, maar ik heb dat nooit gezegd. Ja, maar dat is ook zo. En inderdaad, ook wat ik ook zeg, is ook veel ja zijn tegen dingen. Als mensen die dat ook wel en dan. En het is ook ja. Maar ik wou ook filmen vandaag. Ik zei, ja, ik ga dan een keer filmen. En ik dacht wel dat hij een boom bij jullie is. Zeer leuk. Nee, maar ik denk ook van ja zijn als dingen op je pad komen, gewoon doen. En, en ook zoiets. Het wordt ook een blur, hè? Nee, totaal niet. Ja, het tegendeel, ja. En dan ook. Blur bijwerken. Ja, en dan ook iets. Ook nog een goede tip. Dat ik zoiets had. En mensen vroegen soms aan mij om een lezing te geven voor 3 minuten bijvoorbeeld. Ah, en dan moest ik eigenlijk op Pukkelpop. Dat is wel een mooie uitdaging. Ja, op Pukkelpop, 2 jaar geleden, heb ik daar de eerste keer staan voor 3 minuten. Dus ik ging naar Hassel en ik had onmiddellijk ja gezegd. En ik werd ook niet voor betaald, niet erg. Maar ik zei, ik doe dat ook al eens maar voor 3 minuten. Maar het allemaal mensen die zeiden van, oh ja, weet je wel, voor 3 minuten. Wel, en ik ben iemand, ze zijn met 2 ook. Ik heb op mega veel dingen ja gezegd. Op lezing, ja, is goed. Ik heb ooit mensen gebeld van het kankerfonds.
je moest lezing geven voor mensen op palliatieve zorg. Alleen zo mensen die bijna. Yeah. En ik zo, alleen nee, het was niet palliatief, maar het waren mensen die kanker hadden, die ongeneeslijk waren. En ik zo, het is goed, ik doe dat. En mijn pa, ik moet lezing geven voor mensen die kanker. En zo, oh, hij dacht, nu, op je niet zo wel zien. En op alles, ja, in het Frans, hè, doe jij lezing in het Frans? Ja, yeah, oui. Je ziet een opportuniteit, ja, maar dat is ze ook komen zoiets voor een reden op je pad, dat geloof ik wel. En ze komen voor een reden. Maar hij zei ook wel mee zo in de law of attraction en al. Hè, zo. Ja, ik geloof daar absoluut in. Maar en terecht, ja. Maar het is ook zo, hè. Ja. We stralen energie uit en die energie komt ook op ons pad. En ja. Misschien was mijn verandering minder drastisch dan die van nu, maar ik bedoel, van waar ik kom en waar ik nu sta, ben ik ook wel in mijn ogen al veel vooruit te gaan op een positieve manier. Maar je hebt dat wel nodig om eruit te leren, natuurlijk, om te staan waar het nu staat. Maar ja, ik geloof absoluut law of attraction, universe. Ja, maar dat is ook voor je een tip, hè? Een blok. Zonder daarin te ver te gaan, zonder daarin te. Ja. Nee, dat is ook, hè? Ah, wel, dat, maar een tip is voor je een oude foto van nu en een nieuwe foto en dan 10 dingen. Dat werkt altijd. Allemaal verbrand, jongen, allemaal verbrand. Ja, oké, dan zetten ze goed. Bewaren. Op Facebook gaan we dan de oude foto's vinden. Maar nee, maar dat is ook zo. Dat is heel concreet, zo'n, ah ja, hoe ben ik veranderd, 10 voordelen en zo. Ik heb het ook in een blogschema, ik weet nog, ik was toen 28 ben, ik had 28 voordelen aan nuchter zijn. Ik weet dan ook dat mijn websiteman, die helpt mij soms, en die zegt, Micha, weet veel, 28 voordelen, niemand gaat dat lezen. Dat was toen, want ik had ik ook... Ik denk wel dat mensen daarvoor ook bestaan. Voilà, dat was toen, dat is mijn meest gelezen blog geweest ooit. Allee, echt letterlijk op mijn website, niet als al via HLN. HLN pakt soms je artikels over en dat ja, wordt dan wordt maar ik denk dat persoonlijk, ik in ieder geval 28 redenen heb, positieve redenen voor nuchter te zijn, dat jij daarmee ook, omdat je zegt, ik wil mensen die ook like mij, die twijfelen, die wel weten dat ze moeten stoppen, maar niet echt de juiste motivatie hebben, ja, daar geef je hen wel de juiste motivatie. Dus ik denk dat dat logisch is dat die mensen dat zeker wel gaan lezen. Ja, maar dat is jezelf, dat jullie kunnen doen. Jullie kunnen dat ook doen. Tuurlijk, ja, dat is wel goed. Ja, ook veel van het weigeren. Meest schrijven misschien. Ja, zeker. Eigen ervaringen, eigen. Ja, dat doen we wel niet. Ik moet zeggen, dat heb ik niks gedaan met eigen ervaringen. Dat is ook wel heel veel mensen. Dat laten we een beetje links. Ja, maar dat is eigenlijk het belangrijkste, want er zijn heel veel mensen die dingen kopiëren. Alleen die dingen wel schrijven, maar kopiëren en plakken een beetje van het internet en daar een tekst van maken, wat ook oké is. Maar als je eigen ervaring, mensen willen je eigen ervaring nodig. Ja, maar ik denk dat wij dat wel onze eigen ervaring erin steken, want copy-paste doen we niet echt, want we willen echt ons eigen ding volledig doen. Ja, je informatie moet je wel ergens halen, hè, maar uit de juiste bronnen. Maar zo echt zelf vertellen voor onze ervaring, maar ja, ik denk dat dat heel belangrijk is dat wel bent te doen. Waarom ook? Omdat, dat is wel een beetje die authenticiteit dat je erin steekt. Maar sowieso, maar dat is ook zo mensen, als je zo vertelt, en dat was heel interessant, want ik heb hele video's opgenomen over alcohol is dat, alcohol is slecht en dat. Maar sinds dat ik zo 2 jaar geleden ben ik zo mega kwetsbare posts online gaan zetten en al. En daar kreeg ik veel meer.